met wie gaan we deze week in het diepe springen? Met Mozes. Mozes? Maar dat kan helemaal niet. Met Mozes kunnen we niet in het diepe springen. Huh? Hoezo niet? Nou, kijk, vorige week hadden we het over Noah. Mm-hmm. Toen was er heel veel water om de boot, dus toen konden ze in het diepe springen. Maar met Mozes, toen ging de zee juist zo, toen konden ze niet in het diepe springen. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar dat is niet wat we bedoelen met springen in het diepe. Met springen in het diepe bedoelen we dat je iets doet zonder dat je tevoren weet hoe het zal gaan. Of dat je bijvoorbeeld doet wat God tegen je zegt, zonder dat het logisch lijkt. Je vertrouwt dus extra op God als je dat doet. Dus omdat Mozes niet per se wist hoe het allemaal zou gaan gebeuren en zo, dat was ook in het diepe springen. Ja, precies. Want toen Mozes inderdaad bij de Rode Zee aankwam met alle Israëlieten en de Egyptenaren achter zich, wist hij niet hoe het zou aflopen. Nee, want hij wist natuurlijk niet zeker of de zee zou gaan splijten. Nee, God had hem dat nog niet verteld. Maar toch koos hij ervoor om God te gehoorzamen en om daarheen te gaan. Maar dat is dan toch hartstikke spannend. Had God niet gewoon een andere weg kunnen laten zien? Natuurlijk had hij dat kunnen doen. Maar ik denk dat hij dat deed om aan de Egyptenaren en de Israëlieten, maar ook alle andere volken eromheen te laten zien hoe groot God is. Daarom splitste hij de zee. Dat is wel echt heel gaaf. Ja, dus Mozes die vertrouwde God en die nam een sprong in het diepe. Want hij had geen idee hoe God dit zou gaan oplossen. Maar hij vertrouwde erop dat God wel een oplossing zou geven.